Goedenavond op donderdag 5 november. Weer een hele mooie avond voor een nieuwe vlog. Vandaag met een aantal leuke onderwerpen en op de achtergrond een zwaaiende hand. De video wordt vandaag mogelijk gemaakt door gigantische vogels achter nieuwslezers. Als eerste een leuk stukje over Second Life. Second Life, wat jullie misschien wel kennen. Ik heb er zelf een tijdje geleden mijn afstudeerscriptie over gedaan. Second Life is een 3D-wereld waarin je kan rondlopen en waar een jaar of vier geleden echt een hype over was. Tegenwoordig gaat Second Life met iets nieuws beginnen. Second Life Enterprise. Second Life Enterprise is een zakelijke implementatie voor Second Life, waarbij bedrijven hun eigen intranet kunnen maken in 3D. Deze zal ook alleen intern beschikbaar zijn. Erg gaaf en een leuke nieuwe ontwikkeling voor de 3D op het internet. En iedereen moet dit gaan doen! Een eigenaar van een goksite die er gemakkelijk afkomt. Tenminste, ligt eraan hoe je het bekijkt. Eigenaar van betonsports.com heeft een boete gekregen van 44 miljoen euro en moet 4 jaar de cel in. Dit is eigenlijk maar een hele kleine straf voor hem als je bedenkt dat hij met zijn site 100 miljoen heeft verdiend en dus in dit geval 56 miljoen in zijn achterzak steekt. Het is natuurlijk erg scheef dat dit zomaar kan en ik zou dus ook willen pleiten dat deze beste man 56 miljoen extra mag gaan betalen. Verder lijkt er voor social media eindelijk een verdienmodel te zijn. Tenminste, als we de Dutch Cowboys mogen geloven. Op Dutch Cowboys staat een heel mooi stukje over een verdienmodel, à la Farmville en Mafia War, welke op Facebook natuurlijk heel erg populair zijn. Laat even je bericht hieronder in de comments achter wat je ervan vindt. Wat in die spellen heel veel vindt, zijn micropayments. Kleine betalingen aan de maker van het spel of van het programma, wat natuurlijk voor heel veel bedrijven erg interessant is, want heel veel kleine beetjes vormen ook een groot bedrag. Op deze manier zou social media misschien nog wel eens succes kunnen gaan worden. Leica Mobile gaat failliet. T-Mobile heeft de boel afgesloten in Nederland en de klanten zullen helaas moeten overstappen, dus als je klant bent bij Leica Mobile, schrijf vlug je abonnement over naar een goede provider en zorg dat je je belminuten op tijd opgemaakt hebt. Kleine waarschuwing, alsjeblieft. Dan, de what the fuck voor vandaag. In Italië is een motorrijder geklokt op 616 km per uur. Best knap. En hij heeft zelf ook gezegd dat als dit waar is, wat natuurlijk volgens hem nooit kan zijn, dat hij dan graag zijn record in het Guinness Book of Records wil hebben en mee wil doen met de MotoGP. Want Valentino Rossi zou op deze manier natuurlijk geen enkele kans meer maken. Nou is mijn vraag voor jullie vandaag. Hebben jullie wel eens auto gereden? Hebben jullie wel eens fiets gereden? Hebben jullie wel eens motor gereden of scooter? En wat is dan het hardste wat je ooit gereden hebt? Post je bericht hieronder in de comments. Voor meer informatie links in de zijbar. En ik zie jullie morgen weer.